Welkom bij de podcast van Baasbegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de Baasbegrip podcast. Welkom weer bij een nieuwe podcast en deze keer gaat het over onzekerheid en hoe je misschien zelf een beetje de oorzaak bent om veel onzekerheden, maar hoe je dat dus ook weer zelf op kan lossen. En deze blog is eigenlijk een beetje een vervolg op de laatste podcast, die podcast van irritante stress aanpakken. En het gaat erover dus dat jouw onzekerheid deels wordt veroorzaakt, of tenminste dat denk ik, doordat je zelf vaak oordeelt over dingen. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Stel je voor dat je iets moet doen en dat je daar onzeker over bent of je hebt daar veel angst voor, dan komt dat vaak doordat je gewoon niet meer puur praktisch kijkt naar de aanpak van die taak. Onze gedachten richten zich niet meer alleen op wat je gewoon letterlijk moet doen, maar op verwachtingen en aannames die gaan over hoe jij gaat presteren of hoe het gaat verlopen. Er komen allemaal dingen in je hoofd zoals, ik ga dit vast niet snappen of dit gaat mij niet lukken of hij gaat het niet leuk vinden of dit vervelende ding kan er gebeuren. Deze onnodige gedachten die zijn op zich al natuurlijk gewoon heel onhandig. Je hebt er gewoon echt helemaal niets aan. Ze brengen je niet dichter bij de oplossing. Het werk wordt er niet mee gedaan. Je gaat waarschijnlijk ook nog eens uitstelgedrag vertonen. En je wordt er eigenlijk alleen maar gewoon gestrest van. Maar vaak gaan we ook nog een stapje verder in ons hoofd. En plakken we er ook nog een soort prestatieoordeel op. Al die voorspellingen die we doen over hoe jij het zal doen en hoe het gaat verlopen. En daar vinden we dan vaak iets van en dat gebeurt eigenlijk nog vaker. We zijn eigenlijk gewoon zeker van dat een ander daar iets van gaat vinden. Als het jou niet gaat lukken of als jij de dingen niet gaat snappen. En dat laatste is natuurlijk niet zo, maar dat denk je dan vaak. En je denkt dan ook vaak van hij of zij zal dat wel heel raar gaan vinden van mij. Deze laatste gedachte, misstap eigenlijk, dat gebeurt gewoon eigenlijk gewoon heel vaak en heel snel in je hoofd. En het begint dus bij een taak die je gewoon moet doen. En vervolgens eindigt het in je hoofd met allerlei ronddraaiende panische gedachten dat je collega je een behoorlijke dom dicht zal gaan vinden. En hoe kan dat nou? Ik denk dat het komt door een soort gewenning of een soort automatisme. Omdat we zelf eigenlijk ook de hele tijd oordelen. We hebben constant onbewust een oordeel over onszelf, over hoe we iets doen, over een situatie. En daarnaast denken we ook de hele tijd dat een ander oordeelt over ons als persoon. Want let er gewoon maar eens op gedurende de dag hoe vaak je een mening hebt en hoe vaak je iets beoordeelt als goed of fout. En hoe vaak je ook denkt dat een ander blijkbaar aan jou zit te denken. Maar stel je dan ook eens voor hoe het is als we niet de hele tijd dingen beoordelen en veroordelen. Of als we niet de hele tijd ergens iets van moeten vinden. Als iets niet onmiddellijk een waardestempel moet krijgen. Maar als de dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En ze gewoon gaan zoals ze gaan. Dat we er gewoon van uitgaan dat iemand iets doet op basis van kennis en kunde en intuïtie of een wens. En dat diegene gewoon zijn of haar best doet. Met andere woorden, als je dus over een ander zo denkt, dan moet je eigenlijk ook zo over jezelf denken. Maar dat diegene dus gewoon zijn of haar best doet en jij dus ook. En dat was het. Gewoon meer niet. Punt uit. Het is zoals het is. Zonder oordeel. En als je dus gewoon minder zelf ook gewend raakt om te oordelen over van alles. Dan ga je ook minder snel dat automatisch toevoegen aan bepaalde gedachten in je hoofd.
als die oppoppen, als jij een bepaalde taak moet doen en je denkt dat je het niet kan en dat je daar vervolgens ook nog een oordeel aan vastpakt in je hoofd en waardoor je dus heel angstig wordt. Dus als je dat allemaal gewoon niet denkt en ja, je oordeelt zelf minder, je raakt ook minder gewend aan oordelen, dan geeft dat gewoon een enorme rust. Dus heel veel plezier met minder oordelen en vervolgens dus ook minder onzekerheid in je hoofd. Wil je trouwens meer tips over jezelf versterken op het gebied van zelfvertrouwen? In de decembermaand mag je natuurlijk ook gewoon jezelf wel een cadeautje geven. Dus dan zou je jezelf de zelfcoaching toolkit zelfvertrouwen cadeau kunnen geven. Die kun je bestellen als een direct download. Het is een invulbare PDF in de shop van Basisbegrip. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@basisbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.basisbegrip.nl. Tot de volgende podcast!